het ophalen van kinderen uit IS-gebied. Kijk, nou, ja. Ja, dank voorzitter. De beelden die we zien van de enorme misdaden die de jihadstrijders van de Islamitische Staat hebben begaan zijn verschrikkelijk. Het is niet te bevatten waar deze mensen toe in staat zijn. De verschrikkingen zijn met geen pen te beschrijven. En nog veel weerzinwekkender, deze misdaden tegen de menselijkheid doen deze misdadigers open en bloot. Het kan geen verrassing zijn voor mensen waar de Islamitische Staat voor staat. Namelijk voor onderdrukking, mishandeling, dood en verderf. Als je dan als volwassene willens en wetens de keuze maakt om deel te gaan nemen aan die misdaden, is dat een reden te meer om de Nederlandse nationaliteit te verliezen. Vandaag spreken we over twee weeskinderen van 2 en 4 jaar. Door een rechter toegewezen aan een Nederlandse voogd. Kinderen die niet gekozen hebben voor de misdaden en nu verweest achterblijven. Het kabinet heeft besloten om deze kinderen actief terug te halen. De VVD heeft daar de volgende vraag over. Is het kabinetsstandpunt dat geen consulaire bijstand in onveilige gebieden wordt verleend nog steeds van kracht? Hoe verhoudt zich dan dit met de actie van een Nederlandse ambtenaar in Noord-Syrië om deze twee weeskinderen terug te halen? Ziet Buitenlandse Zaken Noord-Syrië als veilig gebied? Hoe groot is de populatie van wezen met Nederlandse nationaliteit die mogelijk ook in aanmerking komen voor deze behandeling? Is uitgezocht of deze kinderen ook nog over mogelijk andere nationaliteiten beschikken? Was het terughalen van deze wezen juridisch verplicht en waar blijkt dat uit? En wat betekent dat voor het staande beleid dat we mensen niet actief terughalen? Zijn er nog meer uitzonderingen? Hoe komt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de informatie dat het daadwerkelijk wezen zijn? En tot slot, voorzitter, waarom kreeg de Kamer pas de brief nadat de Noord-Syrische autoriteiten het filmpje en het bericht online hadden gezet en dat het was verspreid via de Nederlandse journalist Harald Doornbos? Dan geef ik nu het woord aan de minister. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Bosman begint terecht met te wijzen op het verschrikkelijke misdrijven door IS gepleegd. En dat dat ook de reden is voor het beleid van de regering zoals dat herhaaldelijk is meegedeeld aan de Kamer. Inderdaad hebben we op 10 juni de Kamer geïnformeerd over het terughalen van twee wezen, waarvan door de rechter de voogdij aan de Nederlandse overheid aan jeugdzorg is toegewezen. En de heer Bosman stelt daarover allereerst de vraag, is dit nou in strijd met het niet verlenen van consulaire bijstand in onveilig gebied? De lijn is nog steeds, er wordt geen consulaire bijstand gegeven in onveilig gebied. We hadden nu te maken met een unieke situatie, twee wezen, waarvan de voogdij aan de Nederlandse overheid is toegewezen, en het beschikbaar zijn van een Franse missie om Franse wezen terug te halen. En de unieke samenkomst van deze twee feiten heeft deze operatie mogelijk gemaakt. Hoe kan het dat er een Nederlandse ambtenaar bij betrokken was? Is daarmee Noord-Syrië veilig? Nee, Noord-Syrië is nog steeds zeer onveilig. Het was ook een zeer zwaar beveiligde operatie. En omdat het ging om twee Nederlandse wezen, was het ook logisch dat er een Nederlandse ambtenaar beschikbaar was voor de overdracht van deze twee wezen. Hoeveel wezen zijn er in dezelfde staat? Er zijn op dit moment geen andere wezen die zich in voormalig Syrisch gebied of in Syrisch gebied bevinden en waarvan de voogdij aan de Nederlandse staat is toegewezen. Dan was de vraag of Nederland juridisch verplicht is. In de brieven die collega Grapperhaus en ik eerder hebben gestuurd over de juridische positie van de Nederlandse staat en de juridische positie van mensen in het Syrische gebied, hebben aangegeven dat het internationaal verdrag voor de rechten van het kind een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor wezen, zonder dat we daarmee aangeven dat die dan altijd teruggehaald zullen en kunnen worden. Maar er is inderdaad een bijzondere verplichting en die viel samen met deze bijzondere omstandigheden. Daarmee is het staande beleid, volgende vraag van de heer Bosman, niet gewijzigd, is geverifieerd of het wezen zijn, zeker, en dat is ook de grondslag voor het vonnis van de rechter. De rechter heeft natuurlijk, voordat hij de voogdij toewees aan Nederlandse staat, zeker jeugdzorg, geverifieerd of het wezen zijn en of die ook inderdaad de Nederlandse nationaliteit hebben, en ook dat is het geval.
De laatste vraag ging over de timing van de brief die ik samen met collega Grapperhaus aan de Kamer heb gestuurd en het eerder naar buiten komen van de film van de Koerdische autoriteiten in het gebied. Wij hebben met de Franse overheid natuurlijk afgesproken dat gezien de enorme veiligheidswaarborgen er van onze kant uitsluitend berichtgeving zou zijn op het moment dat we zeker waren dat alle betrokkenen in veilig gebied waren. En aan die afspraak hebben we ons gehouden. De heer Bosman. Voorzitter, dank. Dank voor deze toelichting. Ik zit toch wel met een aantal vragen nog. Want in principe zegt de minister dat de informatie dat het wezen zijn is gerelateerd aan de rechter. Maar hoe baseert dan het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf? Hoe komt het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf tot een oordeel of het daadwerkelijk wezen zijn? Of is het allemaal puur een rechterlijke toets? En hoe weten we dat de rechter alle informatie heeft die hij nodig heeft om tot een oordeel te komen dat het daadwerkelijk wezen zijn? Ja, ik zou niet willen hebben dat zometeen een vader of moeder in Syrië of Irak opstaat en zegt, ja, maar wacht even, het jongetje of meisje is naar Nederland gehaald en het blijkt toch geen wees te zijn. Dus hoe weet het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf, autonoom, dat het wezen zijn? En natuurlijk, het verdrag van de rechten van het kind zijn essentieel. Maar als een rechter een uitspraak doet, dan is dat niet automatisch de verplichting van de overheid om actie te nemen of... wat het kabinet zelf zegt, hè, zodra het niet veilig is, dan gaan we niet. En dat was de afspraak, volgens mij ook met de Kamer gemaakt, verschillende keren. Daar waar de situatie niet veilig is, gaan we het niet doen. En is dat nog steeds het beleid van het kabinet en deze minister om die volgordelijkheid te plaatsen? En kan de minister bevestigen dat het hier gaat om een unieke zaak? Net al even gezegd, we kunnen niet voorspellen wat er in de toekomst gebeurt. Maar is dit een unieke zaak die een precedent is voor anderen? Of is dit nu een handelswijze waar we in de toekomst meer van gaan horen? Hoe krijgen we, hoe zijn de Fransen en de Nederlanders bij elkaar gekomen? Was dat toeval? Is daarover gesproken? En in hoeverre is daar dus een afspraak gemaakt? En tot slot, voorzitter, bij andere nationaliteiten van weeskinderen. Ik las in de krant dat een aantal van die kinderen ook de Belgische nationaliteit heeft. Hoe weten we zeker dat dat niet het geval is? En is er contact geweest met de Belgen over deze nationaliteit? Dank u wel, voorzitter. De minister. De eerste vraag van de heer Bosman gaat in op de vraag of Buitenlandse Zaken naast de rechter zelf ook gaat verifiëren. Dat in Nederland is een uitspraak van de rechter, en natuurlijk rechtsstatelijk, een heel zwaar feit. En voordat een rechter voogdij toewijst aan Nederlandse staatszeker jeugdzorg, wordt zorgvuldig geverifieerd of die persoon inderdaad een wees is. Want anders is die rechter ook niet in de positie om voogdij toe te wijzen. Dus er is gehandeld op basis van de rechtelijke uitspraak. Dan de volgende vraag. Brengt het verdrag van de rechten van het kind automatisch met zich mee dat er de verplichting is om een kind in deze situatie terug te halen? Niet automatisch. Ik heb ook aangegeven dat het de bijzondere samenloop is van het feit dat het gaat om twee wezen die op grond van rechtelijke uitspraak onder de verantwoordelijkheid van Nederlandse staat vallen en het beschikbaar zijn van een Franse missie die met hetzelfde doel en onder stevige beveiliging het gebied in is gegaan. En dat is dan ook meteen het antwoord op de volgende vraag. Is nog steeds het beleid geen Nederlanders onveilig gebied inbrengen? Dat is nog steeds beleid. We konden hier beschikken over een zeer zwaar beveiligde Franse missie die met hetzelfde doel daarheen ging. Hoe zijn we bij elkaar gekomen? Er vindt natuurlijk regelmatig contact plaats tussen de landen die met vergelijkbare situaties te maken hebben. Een groot aantal landen heeft deze situatie. Een heel aantal landen heeft overigens ook dezelfde beslissing genomen. Frankrijk heeft dit eerder gedaan. Daarom wisten we dat dit soort van missies bestonden. Noorwegen en Zweden hebben dit gedaan. Duitsland heeft aangekondigd bereid te zijn soortgelijke stappen te nemen. Dus daar is regelmatig contact mee. En ik weet dat speculaties in de pers zijn over om welke kinderen het gaat, maar privacywaarborgen gelden ook voor mij in deze rol. Dus ik ga niet in het openbaar bevestigen over welke kinderen het wel of niet gaat. Maar herhaal nogmaals, ja. Er is vastgesteld dat de kinderen echt de Nederlandse nationaliteit hebben. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bosman. Dan ga ik naar de heer De Graaf namens de PVV. Ja. Dank u wel, voorzitter.
Het belangrijkste wat wij te doen hebben hier als overheid en als Tweede Kamer, als controleur van de regering, is te zorgen dat de inwoners van Nederland op hun grondgebied veilig zijn. Nu hebben wij veiligheidsdiensten en die hebben al 4 keer in het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, DTN, en ik meen dat het 49, 52 en nog 2 andere rapportages waren, aangegeven dat het terughalen van kinderen zeer gevaarlijk is en dat het ontraden wordt. Dat is belangrijk, want daarmee houden we Nederland dan veilig, dat door die kinderen daar te houden. En de vraag is... Nu, ja, voorzitter, ja? Want het belangrijk voor de vraag is de inleiding. Nou, de minister van Justitie en Veiligheid die wil geen beleid voeren. En de maar vraag op is... buitenlandse zaken schijnt wel beleid te voeren. Ik wil graag weten van de minister, wie heeft op dit dossier, rondom dus de wezen, maar ook alle andere kinderen en de moeders die nog in het gebied zitten, wie voert binnen het kabinet de regie? De minister. Voorzitter, de heer De Graaf heeft gelijk dat de veiligheid voorop dient staan. Het gaat hier om zeer, zeer jonge kinderen die op geen enkele manier geïndoctrineerd kunnen zijn of zich kunnen voorbereiden op aanslagen. Dus in dit geval is die veiligheid door de overbrengst van deze wezen niet in het geding. En het kabinet overlegt nauw met de meest betrokken ministers. Deze brief is door mij als eerste ondertekend samen met collega Grapperhaus en dat illustreert dat wij daar ook nauw samen optrekken. Tweede vraag, de heer De Graaf. Ja, dan zou ik de regievoerder, dus in persoon de minister die daar staat, minister Blok van Buitenlandse Zaken, meteen de volgende vraag willen stellen. Hij stapt wat luchtig heen over het feit, ja, die wezen terughalen, dat is wel veilig. Nou, daar spreken we dan over een tijdje nog wel eens over, want je weet nooit hoe ze zich ontwikkelen. Ze zijn toch met de verkeerde ideeën opgevoed. En dan wil ik nu van de minister de garantie hebben dat deze wezen die terug worden gehaald niet de hefboom vormen om ook straks alle andere kinderen en hun moeders terug te halen naar Nederland. Kan de minister garanderen dat het hierbij blijft en dat er verder helemaal niemand meer terugkomt uit dat gebied, moeders zowel als kinderen, naar Nederland? De minister. Voorzitter, allereerst, het gaat om zeer, zeer jonge wezen. Dus de suggestie van de heer De Graaf dat deze al geïndoctrineerd zouden zijn, dat geldt voor deze leeftijd niet. En het beleid ten aanzien van anderen in het gebied, dus moeders met kinderen, is niet gewijzigd. Mevrouw Buitenweg. Nee. Ja, maar voorzitter, dat is toch geen antwoord? Nee, ik stel als Kamerlid de graag. Vraag en ja, ik krijg helder, geen antwoord. Helder. Ik wil antwoord op de vraag of er een garantie is dat er niemand meer terugkomt. Ja, dank u wel. Dan kan de minister dat is de vraag. Opgeven. Kan de minister daarop ingaan? Voorzitter, ik heb aangegeven dat het beleid is niet gewijzigd. Dat kan echt niet. We zijn net begonnen. Vorige week hebben we al een hele ellende gehad. En dinsdag weer. Mevrouw Buitenweg. Ja, dank u wel. Nee, de minister geeft die garantie niet, omdat er natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid is voor Nederland, voor zijn eigen onderdanen. En dat past wel bij mijn vraag, dat ik zie dat de Nederlandse regering eigenlijk steeds alleen maar gedwongen wil worden door bijvoorbeeld rechtelijke uitspraken voordat het handelt. En ook afgelopen zaterdag nog heeft onze minister Grapperhaus gezegd, nee, er is geen sprake van dat we mensen gaan halen. Hij zei letterlijk, want dat is onveilig gebied waar we dus geen vertegenwoordigers van de Nederlandse regering heen sturen. Nou, wat vindt de minister daar nou van? Dat op deze manier de bevolking ook niet wordt voorbereid, de regering dus ook zijn verantwoordelijkheid niet neemt en dat het dus ook niet, wat dat betreft, bevorderlijk is voor het gevoel van veiligheid. Voorzitter, de heer Grapperhaus heeft terecht aangegeven dat wij de lijn hebben geen Nederlanders naar onveilig gebied te sturen. Ik heb u aangegeven dat het hier om een unieke operatie ging met strikte veiligheidswaarborgen door de Franse inzet die onder geheimhouding plaats moest vinden. Dat is ook onderdeel van de veiligheidswaarborgen. En het is ook terecht dat collega Grapperhaus die veiligheidswaarborgen niet heeft geschopt. Tweede vraag, mevrouw Buitenweg. Ja, maar het lijkt er toch vooral op dat het kabinet de coalitie wil beschermen in plaats van echt in te gaan op de veiligheid. Ik bedoel, het is ook een beetje, gisteren nog kwam er dan een brief waarin gezegd werd dat het eigenlijk vanwege de veiligheid, dat we niet konden zeggen of het inderdaad een Nederlander was die gewoon ook contact en deal heeft gemaakt met de Koerdische autoriteiten. Daar blijft het kabinet heel erg mistig over. Ik denk dat het van belang is dat we daar gewoon wel wat meer helderheid over geven, over in welke gevallen we dan ook wel zaken gaan doen. Want dit zijn wel 2 unieke gevallen, maar er zijn veel meer kinderen die ook onder de verantwoordelijkheid van Nederland vallen. En wat gaat de Nederlandse regering daarvoor doen? De minister. Voorzitter, allereerst, als het gaat om veiligheid, is het onvermijdelijk dat de regering in de verantwoordelijkheid die wij nu eenmaal hebben,
de veiligheid van mensen voorop stelt. En dat je dus niet over alle operaties in het openbaar kunt communiceren. Wat dat betreft, dit is een unieke operatie om andere redenen, maar het is niet uniek dat er niet in de openbaarheid gesproken kan worden over operaties, al helemaal niet voordat ze plaatsvinden. En ik heb u aangegeven dat verder het beleid niet gewijzigd is. Nee, de heer Van Helfert, nee, namens het CDA. Ja, ik vroeg naar de heer Baudet. Ik was eerder, maar toen... Oké, okay, dan ga ik naar de heer Baudet. Nee, dus vandaar, het ging over welke microfoon. Ik dacht, nou, die microfoon... Ja, goed, meneer Baudet, u heeft het woord. Ja, dat maakt mij niet uit, mevrouw. Goed zo. Mevrouw de voorzitter, dank u wel voor het woord. Ik wil graag aan de minister vragen op welke manier hij denkt dat het goed is voor Nederland om deze IS-kinderen naar ons land te halen. Op welke manier is dat nou goed voor Nederland? De minister. Voorzitter, het is goed dat Nederland de rechtsstaat respecteert. Er is een rechtelijke uitspraak die de verantwoordelijkheid voor de kinderen, de voogdij, bij Nederland staat legt, de jeugdzorg. Er is een internationaal verdrag van de rechten van het kind dat ons niet automatisch verplicht om daar waar dat extreem gevaarlijk is, kinderen terug te halen. Maar in dit geval was het redelijkerwijs mogelijk omdat er een Franse operatie heeft plaatsgevonden. Dus die combinatie leidt ertoe dat het respect voor de rechtsstaat tot deze, en natuurlijk het belang van de twee zeer kleine kinderen, geleid heeft tot deze beslissing. Dank u wel. Ik constateer dat allerlei internationale organisaties, waaronder UNHCR, hebben gezegd en ook in de Verenigde Naties uitgebreid besproken, Syrië is grotendeels veilig. En ik weet nog heel goed, toen we hier het gesprek hadden over Lily en Howick, dat men zei, nee, die zijn al thuis. Die zijn geworteld in Nederland, die moet je niet terug naar een ander land brengen. Daar hebben ze helemaal niks mee, hebben ze helemaal geen affiniteit mee. Die moeten in Nederland blijven. En nu wordt er met twee maten gemeten. Nu moeten ze wel terug naar Nederland, terwijl ze daar geboren zijn. Daar, als ze al enige worteling hebben, die dan toch daar hebben. Syrië is gewoon veilig. Ik kan niet anders constateren dan dat dit echt een zeer onverantwoord immigratiebeleid is van de VVD. De minister. Voorzitter, in dit deel van Syrië vinden nog zeer regelmatig schietpartijen plaats. Dus dit was een operatie die met zeer zware militaire beveiliging plaats moest vinden. De heer Van Helfert, namens het CDA. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het kabinet zegt, we sturen geen van onze mensen namens de regering naar het gevaarlijke gebied om mensen te halen. En daarnaast is de feitelijkheid dat er iemand namens de Nederlandse regering in dat gevaarlijke gebied was om mensen te halen. Dat is echt tegenstrijdig met elkaar. De minister zegt dan, ja, maar dit was een uitzonderlijke situatie, omdat Frankrijk iets deed met hetzelfde doel. Volgens mij hebben wij dat doel niet. Wij hebben als doel, we sturen daar geen mensen naartoe. Frankrijk mag eigen doelen hebben. Dus hoe kan het dat de minister het nu hier aan de Kamer verkoopt als zijnde heel normaal? De minister. Voorzitter, het woord heel normaal neemt de heer Van Helfert in, het woord ik niet. Ik heb juist aangegeven dat twee heel bijzondere zaken hier samenkwamen. Kinderen waarvan de voogdij is toegewezen aan de Nederlandse overheid, aan jeugdzorg. Op dit moment zijn er geen andere kinderen in die situatie. En het beschikbaar zijn van de Franse missie met zware beveiliging die juist dit type kinderen ging ophalen. Dat maakt dit tot een heel bijzonder samenkomen van twee feitelijkheden. De heer Soortsma namens D66. Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, het is wel een beetje surrealistisch. Als het Nederlands kabinet zegt, we gaan absoluut geen Nederlandse ambtenaren sturen naar onveilig gebied. Dat gaan we zeker niet doen, zeker niet. En zelfs tot en met zaterdagavond werd gezegd, dat gaan we zeker niet doen. En vervolgens, mevrouw de voorzitter, gebeurt dat wel. En dan moet er of een beleidswijziging zijn geweest, of er is een soort van sprake van dat de praktijk niet meer voldoet aan het beleid. Dat kan ook. Maar dan zijn we wel in een woordenspelletje beland. Dus ik zou deze minister willen vragen, als deze kans er was om deze twee wezen op te halen, om zo recht te doen aan een gerechtelijke uitspraak, waarom er ook niet meteen recht is gedaan aan de volledigheid van de rechtelijke uitspraak, namelijk de 6 vrouwen en de 11 kinderen. De minister. Voorzitter, allereerst het geheim moeten houden van operaties doen we niet voor ons plezier. Dat doen we omdat hier echt hele grote veiligheidsrisico's zijn. Soms moet een regering die verantwoordelijkheid nemen. Nogmaals, dat is vaker voorgekomen, ook nu. En die verantwoordelijkheid nemen we dan. De heer Sjoerdsma verwijst naar een andere rechtelijke uitspraak. Dat gaat over vrouwen met kinderen in de kampen. Waar de rechter heeft gevraagd om een aantal stappen te verifiëren om te kijken of het mogelijk is om die vrouwen met kinderen
op een veilige manier bij het consulaat in Erbil te brengen. We hebben aangegeven dat we die stappen verifiëren, maar dat dat nu niet heeft geleid tot de uitkomst dat dat mogelijk is. Maar dat is een ander geval. En ik gaf ook al aan, dit geval, twee weeskinderen, Nederlands voogdij, Franse missie, specifiek gericht op deze doelgroep, is echt een bijzonder geval. Tweede vraag, de heer Soortsma. Ja, mevrouw de voorzitter, het is inderdaad een bijzonder geval. Ik denk dat de minister dat zelf heel goed zegt. Alleen ik denk dat het door veel anderen wordt opgevat, in bijzonder als een andere zin van het woord. Maar mevrouw de voorzitter, ik snap heel goed dat er niks wordt gezegd over een operatie. Dat wilde ik nog heel even wegnemen van wat deze minister zei. Maar het probleem is wel dat dit kabinet eerder al, ook in 2017, bijstand heeft verleend aan bijvoorbeeld IS-strijders in niet-strijdgebied. En dat niet aan de Kamer heeft gemeld. Gewoon niet gemeld. Ik heb die schriftelijke vragen nog hier. Die zijn recent beantwoord, mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van mondelinge vragen, naar aanleiding van weer niet beantwoorde schriftelijke vragen. Het kabinet heeft niet vermeld dat het dat gebeurde. Dus kan deze minister zich voorstellen dat er enig wantrouwen is en dat er ook onduidelijkheid nu bestaat over het kabinetsbeleid en over de manier waarop daarover wordt gecommuniceerd? De minister. Voorzitter, de heer Soortsma verwijst naar een derde zaak die op zich ook relevant is, waarover we de Kamer geïnformeerd hebben dat daar een verificatie aangevraagd van de identiteit. Dat die procedure later is stopgezet. Dat is echt weer iets anders dan de situatie van de weeskinderen of de andere rechtszaak van de moeders met kinderen. En iedere situatie vraagt een zeer specifieke weging van de juridische situatie, de grote veiligheidsrisico's, waarbij nogmaals de lijn echt is, we brengen het Nederlands niet in gevaar. Dit was een heel bijzonder geval. De heer Van Raak, namens de SP. Ja, ik ben erop tegen om terroristen naar Nederland te halen. Maar ik ben ook erg blij dat we iets kunnen betekenen, iets goeds kunnen betekenen voor deze twee hele jonge wezen. Maar ik heb ook een zorg, want ik ken de politiek, ik ken ook de media. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze twee jonge kinderen de rust krijgen, de veiligheid om de verschrikkingen te verwerken die ze hebben meegemaakt? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze een toekomst hebben in dit land? De minister. Ik heb groot vertrouwen in de Nederlandse jeugdzorg, onder wiens verantwoordelijkheid de kinderen nu vallen. En het feit dat ik net niet in wilde gaan over speculaties over welke kinderen het gaat, hangt precies samen met uw punt dat ik de kinderen nu verder een veilige jeugd gun. En dat ik het aan hen zelf overlaat tegen de tijd dat ze meerderjarig zijn of ze hier ooit mee naar buiten willen komen. Mevrouw Bloemen namens de PvdA. Ja, voorzitter, goed te horen van de minister dat hij erkent dat kindjes van 2 jaar, van 4 jaar niet geïndoctrineerd kunnen zijn, maar wel zorg nodig hebben. De helft van de kinderen in de kampen die een Nederlandse nationaliteit hebben of de aanspraak op kunnen maken, zijn onder de 4 jaar en ze zitten daar in erbarmelijke omstandigheden. Vrijdag horen we minister Grapperhaus zeggen dat Nederland de veiligheidsrisico's te groot acht om ze te helpen om uit die kampen te komen. Zondag zien we een reddingsoperatie. Mijn vraag is, en gisteravond hoorden we van de opa van een van de kinderen dat zij voorgelicht zijn wat er gebeurt als de kinderen terugkomen. En de vraag is, drie verschillende signalen. Wat is het plan van de regering? Is er nu ook een plan om de andere kinderen onder de 4 jaar die in zulke slechte omstandigheden leven terug te halen? De minister. De andere kinderen waar mevrouw Bloemen op doelt leven inderdaad in kampen waar de situatie slecht is, maar hebben tenminste één van beide ouders nog aanwezig. Valt dus ook niet onder de voogdij van de Nederlandse overheid en daarom zijn dat echt andere gevallen en daarvoor is beleid niet veranderd. Mevrouw Bloemen, tweede voorzitter, vraag. Een korte tweede vraag. Tot nu toe hield de regering steeds staande dat de situatie ook te onveilig zou zijn om actieve consulaire bijstand te verlenen. Er was nu een diplomaat aanwezig. Er waren veiligheidsmaatregelen genomen. Waarom kunnen die in andere gevallen niet genomen worden? Met andere woorden, dat argument is nu de facto komen te vervallen. Want we hebben allemaal dat filmpje gezien. De minister. Voorzitter, er is het juridische en het veiligheidsargument. Het juridische argument heb ik u net gegeven. Die is echt anders voor de kinderen met nog, of het algemeen de moeder erbij, waar mevrouw Bloem het over heeft. Over de veiligheidssituatie, ik kan u in grote trekken aangeven dat dit een zeer zwaar beveiligde operatie onder Franse regie was. Ik kan ook niet in het openbaar gaan schetsen hoeveel, wat voor maatregelen er nodig zijn om operaties in zo'n gebied
te verrichten. Ik kan u wel aangeven dat de Nederlandse regering niet van plan is om dat te doen. Dan ga ik naar de heer Voor de Wind namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook het kabinet danken namens de ChristenUnie voor zijn humane benadering met betrekking tot deze twee weeskinderen en dat zij medewerking hebben verleend aan het laten terugkeren van deze weeskinderen. Complimenten daarvoor. Voorzitter, mijn vraag gaat over hoe nu verder. Want minister zei, ja, er zijn geen andere weeskinderen waarvan de rechter de voogdij aan Nederland heeft toegewezen. Dat is precies geformuleerd, maar zijn er dan wel andere weeskinderen waarvan de rechter die uitspraak nog niet heeft gedaan? Ja. En wat doen we met kinderen waarvan de moeder bijvoorbeeld is overleden, maar de vader een lange gevangenisstraf in Syrië of Irak hebben gehad? De minister. Voorzitter, ik beschik nu niet over geverifieerde berichten. Ik heb al eens geruchten gehoord, maar niet over geverifieerde berichten dat er nog andere wezen met de Nederlandse nationaliteit in kampen zijn. En ik kan ook niet speculeren op de mogelijkheid dat het in de toekomst gebeurt omdat er mensen overlijden. Maar op dit moment heb ik geen geverifieerd bericht dat er andere Nederlandse wezen in kampen zijn. Tweede vraag, meneer Voor de Wind. Voorzitter, ja, ik had twee vragen gesteld en de minister beantwoordt er één. Maar mijn tweede vraag is dan, wat is de benadering van dit kabinet als het gaat om kinderen die half wees zijn, waarvan de vader veroordeeld is voor mogelijk lange gevangenisstraffen in Irak of in Syrische gevangenissen? Wat is de benadering van de Nederlandse regering ten aanzien van hen? Nou, voorzitter, ik heb op dit moment ook over deze situatie geen concrete gevallen voor ogen gekregen. Wel van moeders met kinderen, maar ik ken geen Nederlands gevallen. Ik weet dat bij andere nationaliteit het geval is geweest. Ik ken geen Nederlands gevallen waar deze situatie speelt. Mevrouw Laangezelschap namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Een concrete vraag van de VVD. Had het terughalen van deze kinderen deze situatie nou voorkomen kunnen worden door het intrekken van de paspoorten van de ouders? De minister. Dat heeft natuurlijk alles met timing te maken. Dan moet ik even uit het hoofd het nationaliteitsrecht volgen. Bepalend is de nationaliteit op het moment van de bevalling, volgens mij in Nederland. Dus dat hangt er vanaf of op dat moment de Nederlandse nationaliteit is ingetrokken. Mevrouw Laangezelschap. Dat betekent dus dat als wij nader gaan inzoomen hierop, en is dit waarschijnlijk niet het moment, maar dat zullen we dan bij de betrekkende personen uit het kabinet vragen, dat dit wel aanleiding kan zijn om kritisch te kijken naar die intrekking en nogmaals nadruk te vragen aan het kabinet om onze vragen die wij hierover gesteld hebben zo snel mogelijk te beantwoorden. Ja, als er vragen, ik neem aan bij de collega van Justitie en Veiligheid liggen, dan zullen we die zo snel mogelijk beantwoorden. En de inzet is om daar waar dat mogelijk is, die nationaliteit inderdaad ook in te trekken. Dank u wel. Dan is nu aan de orde de vraag van de heer Nijboer